Stel je voor, je bent onderweg naar het strand. Je hebt je van tevoren ingesmeerd. Je gaat lekker in het zonnetje liggen. En je vergeet de tijd. Opeens merk je dat je een rode, droge, gevoelige huid hebt. En denk je, waarom heb ik me niet op tijd opnieuw ingesmeerd? Maar je bent niet de enige. 57% van de mensen geeft aan redelijk vaak tot vaak te verbranden. Uit ons onderzoek is gebleken dat de meeste mensen niet voldoende bekend zijn met de schadelijke gevolgen van UV-straling. Van de 150 geïnterviewden wist 78% dat kanker een schadelijk gevolg is van te veel UV-straling. Slechts 47% wist dat te veel UV-straling kan zorgen voor een versnelde veroudering, beschadiging of uitdroging van de huid. Er zijn nog veel meer schadelijke gevolgen die UV-straling kan veroorzaken. Bijvoorbeeld huidziektes, verlies van pigment, Aantasting van de ogen of aantasting van het immuunsysteem. Maar liefst 11% wist helemaal geen schadelijke gevolgen te noemen. We lopen nu het scenario nog een keer door, maar dan met het gebruik van de nieuwe Sunwatch. Je hebt je van tevoren ingesmeerd, je gaat lekker in het zonnetje liggen en je vergeet de tijd. In plaats van dat je er straks achter komt dat je verbrand bent, geeft je Sunwatch nu aan dat je je weer moet insmeren. Doordat je eraan wordt herinnerd, dat je je moet insmeren, is de kans op schadelijke gevolgen van de UV-straling, een heel stuk kleiner geworden, en wordt je bruin, in plaats van dat je verbrandt. Zon veilig, zon met de Sunwatch.